Het doel van de kunstcommissie Kunst als Medicijn is afleiding, troost en inspiratie te bieden aan patiënten, hun familie en andere bezoekers van het Noordwest Ziekenhuis. Ditmaal is ook een deel van de eigen collectie, bestaande uit beelden en keramiek, te zien in de vitrines aan de Metiusgracht. De kleurrijke, abstracte schilderijen van René van Duin zijn opgezet in meerdere lagen, soms gecombineerd met een medium, zand of papier. Mineralen hebben mooie kleuren en vormen en dat maakt het uitvergroot tot een veelzijdig geliefd onderwerp. Het gebruik van foto's uit de natuur en landschappen van bovenaf zijn favoriet. De kleur blauw en met name turquoise vind je regelmatig terug op haar doeken. Momenteel schildert Jaap van der Dussen alleen nog met acryl, omdat dit materiaal zich bij uitstek leent voor zijn impulsieve, uitbundige manier van werken. De kwast of meststreek is geleidelijk aan breder en directer geworden. De kleuren zijn eveneens direct, helder en sprekend. Van der Dussen werkt tegenwoordig alleen nog in zijn atelier zonder duidelijk omlijnd plan, waarbij de impuls van het moment de aanzet vormt van een onvoorspelbare uitkomst. Een expositie van zijn werk is tot eind maart te zien in het ziekenhuis in Alkmaar. Tewis Elsinga is vanaf 1956 bezig met het maken van beelden van keramiek. Zijn directe omgeving is een grote inspiratiebron. Hij geeft zijn emoties weer in brons, steen, hout en andere materialen. Zijn beeldtaal is karakteristiek, met een accent op lijnvoering en beweging. Tot eind maart te zien bij de Noordwest Ziekenhuisgroep.